eerste plek waar mijn shit te downloaden was, was bij Phonix. Voelt goed, hè? Ja. En dat is deze nummer 1. Bam! Week at Wax, vrijdagavond. We zijn in de Funnings studio met vanavond toch wel een bijzondere uitzending. We hebben vanavond Jay te gast. En voor al die Funnings luisteraars, voor al die Funnings kijkers die niet weten wie Jay is, here we go. Ik bewandel mijn eigen pad, man. Zo zorg dat ik leef, 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 leef. Ik voel je echt, je bent cool, maar ik kan er niks aan doen. Ben niet down met die friendly ass, dus op de beat. Maar mijn stijl geeft je tot de reaction, zet het nu. Er is nogal veel gebeurd de laatste maanden. Ja. En ineens tweet je, ik stop ermee. Ik had een ontevreden gevoel over, zeg maar, niet over de resultaten, zeg maar. Nee. Maar meer over waar ik stond. Ja. Voor de behandeling. Of zeg maar voor. Ik zag bijvoorbeeld al die mailtjes binnenkomen. Dat iedereen mij een hart om de riem ging steken. En dat mensen me heel goed vinden. En bla bla bla. Wat ik echt ontzettend waardeer. Ja. Maar als ik dan kijk naar mijn persoonlijke leven. Ja. Daar zag ik dat niet in terug. De verhouding was niet goed. En wat miste je daarin dan? Nou, het feit dat ik bijvoorbeeld niet normaal over straat kan lopen. Ja. En ik nog steeds geen hypotheek heb. Dat vind ik een beetje vreemd. Van wat voor net heeft dit? En niet omdat ik boos was. Omdat ik dacht van, joh, ik kan zoveel dingen doen. Ja. Ik heb een diploma. Ik heb diploma's met een S. Maar wat dacht je dan? Wat ging door je hoofd heen? Wat wij gaan doen? Ik kon veel doen. Ik ga niet alles zeggen. En toen kwam ik erachter dat er toch wel meer mensen naar me keken dan ik dacht. En dat er toch wel meer mensen J-followers waren. En niet alleen op Twitter, maar gewoon over het algemeen. Als de volgers van Jay, de artiest. Ik vond het wel goed dat ik het gezegd heb. Ja. Ik ben achter heel veel dingen gekomen. Van mezelf, van anderen. Ja, dat is mooi, hè? Je komt in één keer achter van wie er achter je staat. En wie eigenlijk allemaal niet zo goed met je voordat. Ja, dat is heel leuk om te weten. Vertel even, wie staat niet achter je? Ik ga dat natuurlijk niet zeggen. Maar het waren mensen waarvan je het niet had verwacht, neem ik ook aan. Niet. Dat op zich. Weet je wat ik. Nou, ik heb hier en daar wel wat teleurstellingjes gehad. Dus ja? Van mensen waarvan ik dacht van, jij gewoon? Nee, toch? Hey, we gaan even naar een dikke, vette nummer 1 hit die je hebt gehad, natuurlijk op Phonix. Welke? Ik ga niet stoer doen. We gaan deze titel zijn er sowieso 4. Is het ook een nummer 1 hit geweest? Zo! Krijg ik ook een award? We gaan hem straks pakken. Ik wil hem nu aan het maken. Ja, dat is niet dat dit ook nummer 1 hit was. Nee, maar nee, dat is geen. Je weet niks van dat toch? Nee, homie, dit nummer. Mijn baby nummer 1 voor niks? Ja, man. Nooit geweest. Zwaar! Homie, wat is mijn woord, man? Ik ga niet stoppen, gek! Als ik dat wist, had ik nooit gezegd dat ik zou stoppen. Nee, maar ik wist niet dat dit nummer 1 was voor niks. Want zij is. Ik had ook in de tweet daarna gezegd van ik ga heus niet permanent stoppen met muziek maken. Ik ga heus wel blijven schrijven en blijven produceren. Maar de artiest die moet even sterven, om het even zo te zeggen. Hey, en, even tussendoor. Vertel. Ik heb even wat voor je, even tussendoor. Oh. Oh, er worden hier eventjes plakaten dingen uitgereid. Worden getrokken. Over. Ik zie hier gefeliciteerd. Derde DJ, het maakt niet uit. Nummer 1 in de FunX chart. Ik zeg niks. Oh ja, ik moest hem sowieso nog ophalen. Dat was het, hè? Oké, bij deze. Dank jullie wel, man. Dank je wel, heren. Hey, mag ik nog wat zeggen? Nou, ja, want mensen hebben het niet gehoord, maar tijdens het liedje hiervoor kwam ik er gewoon achter dat mijn baby op nummer 1 heeft gestaan bij FunX. Dus ze krijgen waarschijnlijk nog een plakkaat gewoon. Balling! Balling. Kijk, mensen waren niet blij met mijn berichten. Laten we wel wezen. Ik heb een hoop fans laten schrikken en dat soort dingen. En dat vind ik niet leuk, omdat het niet mijn bedoeling was. Ik had er ook helemaal niet in de gaten dat zoveel mensen op mij aan het letten waren. Ik was gewoon mijn ding aan het doen. En ik dacht, ik geef gewoon. Ik hoef niet te krijgen. Ik treed op voor het volk en weg voor het applaus. Weet je, het applaus hoefde ik niet. En nu merk ik van, nou, misschien vind ik het applaus toch wel belangrijk. Nadat ik zie hoe men gereageerd heeft.
Oké, nou ja, goed, als je nog wat tegen je fans wil zeggen, is dit het moment, man. Mijn fans, ik wil gewoon tegen jullie zeggen dat ik van jullie hou. En ik ga sowieso niet stoppen, ben je goed gek. Met muziek maken niet. Maar ik ga wel een paar stappen terugnemen eventjes. Eventjes in de rust. Ik ga niet zeggen dat ik als er morgen een filmmaatschappij komt en zeg maak eens even een liedje voor ons, dat ik dat niet ga doen. En laten we dingen niet door elkaar halen, maar ik doe even rustig aan. Ik vind mezelf en ik ben gewoon heel happy met wat ik nu ook heb, weet je wel. En die fame en al die roem, die kan me wel gestolen worden. Maar die harten van de mensen die ik raak, kijk, dat neem ik wel serieus. En dat, voor die mensen blijf ik gewoon, sowieso. Close and up level, close and up level. Grind as a mother for my brood, moet dat hebben. Grind as a mother for my brood, moet dat hebben, joh. Als je straks met een nieuwe single komt. Ja, ik vergeet niet waar ik vandaan kom, hè. Okay. Hey, ik heb al gezegd, de eerste plek waar mijn muziek überhaupt ooit te downloaden was. Phoenix. Hey. 3 jaar terug, 3 oktober 2008. Klaar, hè? Wauw. Ik zeg niks. Yeah.